We zijn nu bij onze gehuurde boksen in de stad Groningen. En hier staan de poppen opgeslagen? Ja, hier hebben we dus boksen gehuurd. En dat kunnen we allemaal niet thuis hebben. In elke box zitten 6 grote verhuisdozen. Meer dan 100 poppen staan hier in kluizen opgeslagen, te wachten op een nieuwe eigenaar. Iedere pop heeft een etiket, zodat duidelijk is wie het moet voorstellen. Dit is de doos met koninginnen en zo. En hier zien we Anna van Buren, dat staat er dan in. Eerste vrouw van Willem van Oranje. 1533 tot 1558. Jannie de Boer de Vries is de maakster van de kostuums. Op hoge leeftijd deed ze dit nog. Ze maakte alle kleding zoals het vroeger echt was. Zocht ze zo goed mogelijk de stoffen erbij, versieringen die erbij horen. En dan kwam er onderkleding bij, dat moest ook allemaal gemaakt. Verschillende onderrokken en hemden tot het alleronderste ondergoed. Dus het heeft ook echt wel historische waarde, dit. Ja, ja. Dit is zo'n beetje de oudste stijl die ze ertussen heeft. Dat is keizerin Theodora van het Byzantijnse Rijk van 550. Ook de kleding van Anna Paulowna uit Rusland en de Spaanse Isabel werden tot in detail nagemaakt. In maart overleed mevrouw de Boer op 92-jarige leeftijd. Jan de Boer wil graag dat de poppen een goed plekje krijgen. Nou, wij vinden het het mooist als het als een collectie bij elkaar blijft. Bij iemand of een museum die dat goed kan onderhouden.